Daar zijn jullie weer. Net zoals bij Sinterklaas hoort ook bij kerst de controverse. Of dat nou een woedende Wilders is die boos is omdat de Lidl folder de kerststol tegenwoordig een feeststol noemt. Of een school waar tegenwoordig ineens geen kerstboom meer staat. We hebben het de vorige keer al over gehad, toen we het over de Zwarte Pieten discussie hadden, dat het veranderingen bij volksfeesten bedreigend kunnen voelen. Bedreigend omdat ze traditie aantasten. Bedreigend omdat ze een gevoel van stabiliteit en rust ondermijnen voor sommige mensen. Maar uiteraard speelt hier ook identiteit een rol bij. En in het geval van kerst zou het dan een christelijke identiteit zijn. Het is natuurlijk ook heel beledigend naar christenen toe als een kerststol ineens een feeststol heet. Weten die mensen dan niet dat de kerststol een van de geschenken van de wijzen waren? Laat ik er geen grapjes over maken, maar wat natuurlijk eigenlijk het steek is, wat eigenlijk van belang hier is, is een gevoel van een verlies van identiteit. Van jezelf mogen zijn. Of misschien als we iets eerlijker zijn, het gevoel van een verlies van een meerderheidsgevoel. Christendom was ooit centraler in een land als Nederland dan dat het nu is. Je ziet dit ook heel erg met de controverse die elk jaar in de VS ontstaat rondom de kerst. A war on Christmas wordt dat dan genoemd. Vaak wordt dat dan een soort van excuus voor het bashen van atheïsten. Als een soort van ondermijning van de samenleving. Pijnlijk genoeg zagen we dat met die discussie rond de Lidl folder hier ook. Maar dan werd het gebruikt om moslims negatief over moslims te zijn. De suggestie te wekken dat die folder was aangepast alleen maar voor de moslims. Een beetje een vreemd verhaal, want diezelfde folder stond vol met varkensvlees. Dus als het de aanpassing daarvoor was, dan was het niet helemaal gelukt. Kijk, wat er echt speelt is dat samenlevingen veranderen. Samenlevingen zijn altijd veranderlijk geweest. En rituelen veranderen mee, tradities veranderen mee. Als een traditie niet mee verandert met zijn tijd, ja, dan blijft hij op een gegeven moment achter. Wat misschien een groter probleem is voor veel mensen, is dat dit soort veranderingen zijn tegenwoordig, met onze nadruk op verandering en progress en innovatie, zijn die veranderingen veel zichtbaarder. Ze zijn minder achter de schermen dan dat ze vroeger waren. Dus ze vallen veel meer op. En misschien is juist die opvallendheid wat mensen dan tegen het zere been stoot. Wat voor mij vooral belangrijk is dat we in een hele diverse samenleving wonen. Met allerlei soorten mensen. En dan is voor mij belangrijk dat de feestdagen, vooral nu, inclusief zijn. Voor ons allemaal zijn. Ja, en als dan een kerststol een keer een feeststol heet, ik weet niet of dat het grootste probleem is.